Lumbo, welcome to London 2012. Woo! Goedenavond, dames en heren. De pub mag natuurlijk niet ontbreken in Limburg, in Londen. Theo Joosten vertoeft er ook graag. Het is de man die u kent van Rowenhaise. Nu is hij hier in Engeland, kwam op de fyts en spendeert ook veel tijd in Hyde Park voor de Olympische Spelen, maar ook voor de muziek. Als je denkt Pinkpop, dan zit je er niet eens zo heel ver vanaf. Dit is Hyde Park, legendarisch muziekterrein van concerten van bijvoorbeeld Queen en de Rolling Stones. En tijdens deze weken in juli en augustus ook Olympisch gekleurd. There's always loads happening here. Hyde Park is deze dagen een officiële locatie van de Olympische Spelen. De triathlon van Maaike Kalers werd er zaterdag gehouden, maar de organisatie heeft die Spelen ook veel breder neergezet dan alleen de sportwedstrijden. Dus is er in Hyde Park iedere dag muziek. En dan is de link met bospop of pingpop niet eens zo ver gezocht. Van cycling, hè? Go for gold. Er wordt niet gegooid met het bier in Hyde Park, maar vooralsnog voelt Theo Joosten zich prima thuis. De gitarist van Rowenhaise is met 5 vrienden op bezoek in Londen. Ja, we zijn op de fiets vanuit Tilburg de Hoek van Holland gefietst. We zijn van Harwich naar Londen gefietst, in totaal een 400 kilometer gefietst. Een soort aanstoeting aan de Olympische gedachten. We zien nou gewoon een feestje aan het vieren. En zo zagen de mannen Marianne Vos een gouden medaille halen en waren ze bij het wielergoud van Bradley Wiggins. Maar ze ontvingen ook zelf applaus van het Londense publiek. Biertje. Ja, lekker. Heb je al verteld over je outfit, Theo? Ja. Je pakjes. Je weet natuurlijk dat wij, iedereen weet natuurlijk dat wij ons Rowenhaise wielerpakje hebben. Dus we zien ook met z'n vijven in ons Rowenhaise pakje hier door Londen gefietst. En al die Nederlanders die dat zorgen, dat was hartstikke leuke reacties. Blur kennen ze wel, Duran Duran ook, maar van Rowenhaise hebben de Londenaren nog niet gehoord. Ze waarderen wel de muzikale invulling van de Spelen. It's great to be able to come and not just see the events, but also any live acts they've got, like Rebecca Ferguson later. Yes, just to watch the big screen. Slightly more crowded than it is normally. We live around here. It's where loads of locals will come and tourists. Zoveel nationaliteit hier aanwezig. Ja, dat is verrassend. Echt leuk. Over 2 weken verschijnt de nieuwe CD van Rowenhaise, Geel. En dan begint ook het concertcircus weer. En juist daarom gebruikt Theo deze weken om de accu weer op te laden. Want het vreet energie, die optredens. En dat is het belangrijk om even de accu op te laden te hebben. Elkaar even, de bandleden even niet te zien. Want straks zitten we weer 4 keer in de week met elkaar aan het busken. En dan is het belangrijk dat iedereen weer zin heeft om ervoor te knokken. Niet iedereen kan de Kozakse muziek waarderen, maar dat hoeft ook niet. Want net als bij de meeste festivals gaat het meer om de sfeer, om het samen zijn, dan om de akkoorden. Here today we've really enjoyed it actually. Just a great atmosphere, jumping in between the different screens here in Hyde Park. You can come in, watch the Olympics and just get a good atmosphere really. Super verbroederend natuurlijk man. Volgens mij kinderen gaan internationale lobby tegenop. Allemaal die mensen bij elkaar, begrip van elkaar. Super, ja. De basis voor wereldvrede weer tegelijk. Ja, we hebben getoast met Japanners, met Braziliaanse mensen, dames vooral. Mensen ganse wereld man. Ja. De atleten, super. Iedereen is samen gewoon. En zo kijkt de wereld dus samen in Hyde Park naar het tafeltennis. Of op een van die andere grote schermen naar het turnen. En dan af en toe een bandje tussendoor. Soms Kazakken, meestal uit Engeland. Maar we kunnen Theo in ieder geval met een gerust hart achterlaten om later deze maand te beginnen aan de nieuwe concerttour van Rowenhaise. Allemaal petje bier. Lekker. Goed bij jou. Lekker. 5 pints. Yep. Oké, we gaan even bier bestellen jongens. Wordt het dorstig. Dit is dorstig weer.
We zitten nog steeds in de kroeg in Engeland. Op de achtergrond hoort u de geluiden van de Olympische Spelen. Want dat hier op drie schermen, ook in deze traditionele kroeg. Gerechten, vooral nog de fish and chips die u al kent. Maar sinds gisteren is daar een nieuw gerecht bij. Frietsoervlees, geïntroduceerd in Engeland. In de keuken van Hotel Conningbrook in Ashford staat vanavond geen fish and chips op het menu, maar friet met zuurvlees. Smells very nice. And you probably won't be able to go out for the next 5 years. Terwijl heel Ashford uitloopt voor de quizavond, bereidt de Poolse kok Luca het uit Limburg meegebrachte zuurvlees voor. I'm first time cooking this here for the really. But yes. Do you think it's nice to eat? It looks very nice. It looks very nice. De Limburgers in het hotel willen graag iets terug doen voor de Engelse gasten en bieden daarom het streekgerecht aan. Maar de Engelsen zijn op hun hoede. I've not heard of it before. What is that on the menu? Fish. It's meat. Oh. Smells very nice. Enjoy. De Engelse gasten die stellen zich nou niet meteen in rijen dik op voor het zuurvlees. Maar de Limburgers die terugkomen van de wedstrijd, die hebben wel honger. Zoals de moeder van Maartje Pauwme. Nee, dat snap ik niet. Dat is toch heerlijk? We moeten wel allemaal even proeven natuurlijk. Ja. En dus moeten we de Britten een beetje helpen. We have some zuurvlees for you. How does it taste? Very nice. Terwijl veel mensen alleen oog hebben voor de antwoorden van de quiz, bespeuren we steeds meer Britten die toch aandurven. They tell me it's really good, so I'm going to have some, yeah. Mm. How does it taste? Lovely. Do you know what it is? No. It's zuurvlees. Zuurvlees? Ik ga het eens even gaan proeven. Lekker. En dus eindigt de avond zoals die bedoeld was. De Limburgers samen met de Engelsen gebroedelijk naast elkaar aan de friet met zuurvlees. Goed? Enjoy. Wow. Yeah. Yeah? Yeah. When can I come to Holland? En we gaan terug in die historie, 40 jaar om precies te zijn. Het was nog een punt van discussie bij de openingsceremonie. Aandacht voor 1972, voor München, voor die aanslagen destijds op de Israëlische atleten of niet. Het werd uiteindelijk niet gedaan, verschoven een aantal dagen naar voren. Maar er waren ook Limburgse atleten die er 40 jaar geleden bij waren. Bijvoorbeeld Chef Henskens. Hij kijkt terug op die Olympische Spelen van München. Het is lang geleden, de opening van de Olympische Spelen in 1972. Nederlanden! Dus voor mij als amateursporter was dat natuurlijk geweldig. Dat geeft je in principe geeft je de vleugels. En ja, je ziet ook nu, mag ik nog steeds vertellen, dat ik toen me destijds gekwalificeerd heb. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Ja. Even kijken of ik mezelf ook nog kan zien. Ja, met het witte hoedje. Ja. Chef Henskens, inmiddels 64 jaar, begin jaren 70, Nederlands beste op de 800 meter. Zijn beste tijd was 11 jaar lang het Nederlands record.
En alhoewel hij nog steeds afgetraind lijkt, heeft hij al jaren de loopschoenen niet meer ondergebonden. En ondanks dat is Chef Henschens erelid van atletiekvereniging Achillestop in Kerkrade. Mede door zijn Olympische deelname 40 jaar geleden in München. Hij herinnert zich de openingsceremonie nog als de dag van gisteren. Die vakkendrager, zo moet ik zeggen, die liep die trap omhoog. En ik had zo'n cameraatje zonder dat ik kon inzoomen. En ik heb foto's gemaakt. En achteraf zie je dat je heel goed moet kijken om die fakkel te kunnen zien. Dus alles was toen een stuk primitiever. Dus het was ook voor die tijd natuurlijk ook nog geweldiger. There are still a lot of questions to be answered about what happened last night at Fürstenfeldbruck Air Base. Die euforie maakte snel plaats voor een groot drama. Palestijnse activisten drongen het Olympisch dorp binnen, gijzelden 11 Israëlische atleten en ze kwamen allemaal om het leven bij een zwaar vuurgevecht. Als je deelneemt aan de Olympische Spelen en je zegt dat je in München geweest bent, dan zegt iedereen van, oh ja, bij die aanslag. Op een gegeven moment dan krijg je de tweestrijd van, moet de Olympische Spelen wel doorgaan? Sommigen waren uitgesproken over van stop met de hele met het hele gebeuren. En anderen, die vinden dat ze dan niet moeten buigen voor dat soort terroristen. The games must go on. 10 days ago, when the 20th Olympiad began, this stadium was a riot of color, proud and beaming faces from around the world. Ik voor mezelf, ik had het gevoel dat de sfeer helemaal weg was. En ik ben ook naar huis gegaan. Zeker na een sportief teleurstellend toernooi. Al was dat na het drama veel minder belangrijk geworden. Like the man who won the 100 meters, he is from the Ukraine. Henschens haalde de finale niet, maar weet wel nog goed hoe die verliep. In lane 3, Dave Waddle with the golf cap. De naam, dat is toch 40 jaar geleden. Ja, Dave Waddle natuurlijk, met de pet. Heel bekend, ja. Als je de beelden ziet, dan komen toch weer wat herinneringen bovendrijven. Waddle is way back exactly where he was in the semifinal. Whether he's just trying to stay out of trouble, it'll be a few more hundred yards before we know it. Je zult zeggen, het haalt hij nooit. Maar we weten allemaal dat hij het gehaald heeft op de millimeter. Ongelooflijk, ja. Ja, dat was die fenomeen toen. Chef Henschens, alhoewel zelf niet meer actief, volgt hij de sport nog op de voet. De komende dagen zit hij weer voor de buis. I'm dying for these jokes. We're gonna have a good laugh. Let's get going. Well, there's been some very important research and it has shown that there are two kinds of weather in England. Either it's raining, of course, or it's gonna rain very soon. Well, I can imagine there are many, many jokes like that in England at the moment with the torrential rain. Yeah, they will be making a lot of jokes about the weather at the moment. Hey, bye-bye! Lumberg, I hope you enjoyed the show. You just witnessed history. I am who I am, who I say I am. Richard Lumberg. As my late father always told me that the family had come from Limburg. 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 What's that? Limburg. Luxembourg? Limburg. I do well. Bye.